Wat gaat er nu gebeuren met VI? Wat is uw rol daarin? Ik ga er niet meer zitten. 100%? Ja, ja. Nee, kijk, het is zo... De extremisten hebben de macht in Nederland. De extremisten die krijgen dus onevenredig veel tijd aan die talkshowtafels. En dan krijgen ze zelf de indruk, en ook een groot deel van de Nederlandse bevolking, dat ze een hele grote groep vertegenwoordigen. Maar het zijn maar splinterorganisaties van extreme ideeën. En als je zwarte koffie bestelt, dan ben je al een racist tegenwoordig. Ik word de ene week ben ik racist, de volgende week homofoob. Ik heb alles al gehad. Ja, maar u zegt dus, ik ga daar niet meer zitten. Maar bedoelt u helemaal niet meer in een voetbalpraatprogramma of niet meer met Wilfred Gené? Legt eens het toe. Wat bedoelt u hiermee? Nou, René van der Gijp gaat niet meer met Wilfred Gené zitten, nee. En u ook dus niet? Ik zeg René van der Gijp en ik. Ja, ik spreek precies. Toch geen Spaans? Nou, ik ook sorry, geen meneer Denks, ik verstond u even niet. Nee. Maar daar heb ik nauwelijks last van dat ze mij niet verstaan. Nee, dat is waar. Maar wij gaan er dus niet meer zitten met Wilfred Gené, nee. Nee, dat gaat dus helemaal niet meer door. Was wel jammer voor de fans. Het is een succesvol programma. Ja, maar Wilfred heeft dat programma dus opgeblazen. Wij waren authentiek, we waren autonoom. Wij hadden lak aan de hele wereld. En als de mensen over ons heen vielen, dan zouden wij zelf met het vaste groepje weer uitleggen. Wat gebeurt er nu? Oh, er zit iemand, haalt een koptelefoon van uw hoofd. Ik weet even niet wat er hier nu... Wat helemaal niet nodig is, waar ik ook niet om gevraagd heb. Oh, oké, ja, nou... Er zijn geloof ik grote problemen nu. Ja, er zijn grote problemen met het geluid. Nou, wij horen u nog wel. Praat vooral even verder, want u heeft een hartstikke interessant verhaal aan te vertellen. Nou ja, kijk, dat is wat we allemaal willen weten. Wilfred die zit daar en die ontlokt ons pittige uitspraken. Die laat een foto van Aquasi zien. En dan denkt hij, daar gaan Van der Gijp en Derksen wat over zeggen. En dat klopt, want daar zitten we voor. En dan 3 dagen later neemt hij dat ons kwalijk en zit ik voor een tribunaal met 2 mensen die over racisme komen discussiëren, die niets toevoegen aan de discussie, waardoor het een programma is wat je zo weg had kunnen gooien. En Wilfred, die probeert je dan onderuit te halen, omdat hij geobsedeerd is door ook alle racismegoden. En die heeft dan telefonisch contact gehad met Eus, dat is die Turkse jongen, het orakel uit Deventer. Die heeft een column in het AD geschreven. En die Eus, die in diezelfde column schreef dat het publiek van Veronica en Said bestond uit tokkies en Geert Wilders aanhangers, die maakt Wilfred dan duidelijk dat hij daar actie in moet overnemen. En Wilfred doet dat. Dus die blaast het hele format van het programma op, waardoor Wilfred het onmogelijk maakt dat wij nog op een geloofwaardige wijze daar kunnen gaan zitten. Ja, maar in een andere vorm, want René van der Gijp zei, misschien is dat nog mogelijk met andere mensen of met... gaan we dus in ieder geval niet meer met Gené zien, maar ook nog wij niet met een andere presentator bijvoorbeeld. Wij hebben Talpa voorgesteld om met Helene Hendricks te gaan zitten, ja. En dus nou, wij willen ook wel met Wilfred in een ander programma zitten, maar dit programma is door Wilfred opgeblazen. Als wij er nu gaan zitten, zijn we ongeloofwaardig, karakterloos en dan ga je er ordinair voor de poen zitten. Oké, maar wel voor een ander programma dan met hem zitten mogen. Als er een ander programma komt met een ander format, het is een prima presentator, maar alleen hij heeft zichzelf opgeblazen. Ja. En John hij kan Mol? Zich niet als een zonnekoning boven alle partijen gaan zitten en dan een oordeel uitspreken. En als mensen mij een racist vinden, dan moeten ze naar de politie gaan en een aanklacht indienen. Dat is nog nooit gebeurd. Het is allemaal op basis van gemanipuleerde beelden op de social media. Ligt u hier wakker van? Want het doet u nee, veel. Ik zie dat toch wel een beetje. Ik lig er niet wakker van. Ik lig wakker van dat allerlei journalisten, zoals jij nu ook weer, daarop terugkomen. Want dan hebben ze een lekker smeuïg programma. Ik vind het allemaal lulkoek. Ik heb een grapje gemaakt. Discussie. Mag voor mij of het een leuke, een flauwe of een verkeerde toch wel grap. Naar vragen. Ik heb... We gaan zo nog heel veel andere dingen bespreken. Ja, nee, je mag alles vragen, absoluut. Maar dan mag ik me toch ook even verdedigen. Ja, nee, want... ik geef u alle ruimte om u te verdedigen. Ja, nee, absoluut. Nou, graag. Ja. De andere mensen kunnen wel weggaan, maar wij zijn anderhalf uur lullig moedloos vol. Nee, maar goed. Oké, maar een andere vorm zou dus misschien nog wel mogelijk zijn. En dan alleen nog even John de Mol, Talpa, hebben die al iets laten weten? Of ja, natuurlijk. Die maken zich zorgen, want er keken die avond 1,7 miljoen mensen. Ja. Dus... wij zijn het enige programma in Nederland die met 7 miljoen kijkers de stekker eruit trekken. Ja. Maar die mensen dachten ook van dat komt wel weer goed. Er zijn wel vaker incidenten geweest. Nou, dit komt niet goed. Nee, het komt niet meer goed, zegt Johan Derksen. Nou, laten we dit onderwerp voor nu althans dan eventjes rusten.